Ik heb LSD gebruikt. Ik heb benzerintabletten gebruikt. Ik heb hash geruikt. Gerookt. Ik heb een keer gestoven. En ik heb een keer aan een opiumpijp gelegen. Echt waar? En verder? Moet je goed luisteren. Het enige wat ik lekker vond, was hash. Hash, kan je rustig vergelijken. Laten we maar zo zeggen. Of je 20 glazen bier leeg hebt. Lollig, vrolijk. LSD. Nou, daar zag ik allemaal spinnen op de muur en op de auto's. De gekste toestanden heb ik daar mee beleefd. Met opiumpijp, daar ben ik 14 dagen. Nou, zo ziek als een hond geweest. Want die benzerintabletten moest ik spuren aan de diarree. En weet ik wat ik er allemaal van krijg, dus dat was ook niet lekker. Als Chinezen, nou, dat beviel me helemaal niet. Want daar heb ik geloof ik 10 dagen koppijn van gehad. Dus ik kan niet begrijpen waar we spreken. En de ene dochter, die Chinees dan, en dat ze dan 4, 5 Chineesjes per dag pakt. Ik wil die kop wel eens bezien van binnen. Ik wou wel eens weten hoe dat rammelt daar in die kop. Bij mij was gewoon dat ik alles vergat en dat ik gewoon heerlijk voelde. Muziek erbij en zo. En bij de jongens, onder de jongens om elkaar. Een soort ritueel, ja, dat kwam er ook heel erg bij. Wij draaiden altijd vaste muziek bij dat ritueel. Dat was al Patti Smith. Met, hoe heet die plaat nou ook weer? Dancing Barefoot. Nou, dat was geweldig.